Hallo allemaal, lezen voor de lijst. Arthur Japin, De Zwarte met het Witte Hart uit 1997. Je vindt een inhoud op scholieren.com. De Zwarte met het Witte Hart is een boek dat afwisselend speelt in West-Afrika, in Nederland in Delft en in Nederlands-Indië op Java, in de buurt van Buitenzorg. En deels ook in Weimar, in Duitsland. Het is een schoolvoorbeeld van een romantisering. En dus faction. He, dat is een woordspeling op fiction en facts. De vermenging van feiten en van fictie. Maar het is heel feitelijk dit. Het is een heel opzienbarend verhaal uit de 19e eeuw. Het verhaal wordt gepresenteerd als een terugblik vanaf Java in 1900 op het leven van Akwasi Boachi en zijn neef Kwame Potju. Twee zwarte prinsen zijn dat van het Ashantijnse Rijk, die door de koning van het Rijk aan de Goudkust zijn meegegeven aan de Nederlanders in de dertiger jaren van de 19e eeuw. En wel meegegeven aan het Koninklijk Nederlands-Indisch leger. De Hollanders hadden soldaten nodig voor het Koninklijk Nederlands-Indisch leger, het KNIL. En die gingen toen een soort overeenkomst aan, een contract aan met die Ashantijnse koning. En ze gaven hem in ruil voor geweren als onderpand, gaven ze hem het verzoek: kun jij ons per jaar 1000 recruten leveren voor het Nederlandse leger? En dan moet je ons wel een onderpand meegeven. En die koning die besloot toen zijn neven Kwasi en Kwame, de neven Kwasi en Kwame, of ik denk dat je Kwame moet zeggen, maar misschien ook wel Kwame. Ik zeg maar Kwame. Kwasi en Kwame mee als onderpand, als jonge, tienjarige ongeveer, jonge tienjarige negers. En die gingen mee, zwarte jongens gingen mee als onderpand. En men sprak af dat de Ashantijnse koning dat elk jaar zou herhalen, die 1000 recruten voor het leger. En daarmee kon de Nederlandse regering de slavernij ontlopen en ze toch min of meer in een soort slavernijachtige constructie in dienst nemen. De recruten kregen namelijk geld te leen voor die reis, voor de kleding en de opleiding, maar moesten dat terugbetalen door minstens 15 jaar als soldaat te dienen. En nou ja, sommigen dienden nog veel langer, moesten nog veel langer dienen. En soms waren ze wel een heel leven in dienst van het leger. En konden daarbij dus, als er in Indië opstanden waren, ook best omkomen. De facto dus een vorm van slavernij die juist was afgeschaft. Maar zo omzeilden de Hollanders als echte kooplui handig de regels. Het boek beschrijft nu de levens van die Kwasi en Kwame en de ontworteling daarvan. Derootification, zeggen de Engelsen. Hè? De ontworteling, je raakt je roots kwijt als je meegegeven wordt naar een andere cultuur en daar helemaal opgroeit als twee neven dus. Ze worden losgerukt uit hun cultuur en in Nederland moeten ze een nieuw bestaan opbouwen. En ze komen voor de vraag te staan: pas ik mij aan of behoud ik mijn eigen cultuur? Dat is kort gezegd het probleem. Die ontmoeting en de reactie van de beide jongens daarop, die ook Nederlanders schade berokken, zullen we zien. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de adjunct-commissaris van Drunen. Dat is het onderwerp van dit boek. Hun zwarte huidskleur plaatst hen helaas buiten de samenleving en achtervolgt hen eigenlijk levenslang. En ze horen echt niet echt bij de blanken, maar ook niet meer bij degene die hen hebben weggeschonken. Ook niet bij hun eigen Ashantijnse volk.
De Zwarte met het Witte Hart is een verhaal over de keuze. Assimileer ik of blijf ik buitenstaander? Allebei moet je offers brengen. We komen daar nog op. Het is een verhaal over identiteit. Wie ben ik? Over verregaande racisme. Op overheidsniveau eigenlijk een racisme dat gesteund wordt door de 19e eeuwse regering. We hebben Multatuli. Als je in 5-VWO zit, weet je dat wel. Multatuli al zien ageren tegen die racistische overheid. De racisme op overheidsniveau dus als onderwerp. Dan het leven met als gevolg het leven tussen zwart en wit in. Tussen zwarte en witte mensen in. En nergens bij horen. De mythe van de nobele wilde speelt een belangrijke rol in het boek. En de eeuwige vriendschap tussen die twee neven die eigenlijk wel op een gegeven moment uit elkaar groeien vanwege dat wel of niet assimileren. Maar die band die wordt eigenlijk nooit verbroken. Het is in dat opzicht dus ook een boek over eeuwige vriendschap. Het deel van het boek dat in Indië speelt doet sterk denken aan Multatuli die ook in het boek voorkomt. En Max Havelaar en daar Eduard Douwes Dekker wordt genoemd. En dat was de ware naam van Max Havelaar. En van Multatuli, sorry. En het boek Max Havelaar, daar lijkt dit boek in sommige opzichten op. Ik kom daar later nog even op terug. De bestuursstructuur van Nederlands-Indië heb ik al in mijn video over de Max Havelaar gegeven. Als je daar te weinig van af weet om het boek te begrijpen, moet je die video nog maar even bekijken. Daar heb ik uitgelegd hoe de bestuurslagen in Indië in elkaar zaten. En dan kun je het boek ook beter begrijpen. De titel is gemakkelijk te verklaren. In een park in Weimar, waar Kwasi op een gegeven moment verblijft, laat hij een meisje paardje rijden op zijn knie. En ze zegt tegen hem, jij zwarte met het witte hart. Dat ontroert hem enorm. Want hij doet ook heel erg zijn best om bij de witte mensen in de smaak te vallen. Dat raakt hem dus wel. Maar ze zegt ook, laat me je hand eens bekijken. De binnenkant van je hand. En ze wil eigenlijk kijken of zijn zwarte huidskleur niet heeft afgegeven. De binnenkant van de hand van zwarte mensen is lichter dan de buitenkant. En dat is een sleutelscène. Als je anders bent, zal je altijd een buitenstander blijven. Hoe je ook je best doet, zoals Kwasi bijvoorbeeld, om te assimileren, je roots weg te moffelen en te vergeten en alles om je heen als vergeet om als zwarte blank met de blanken te zijn en je identiteit op te geven, het zal je niet lukken. Je zult nooit echt tot de groep behoren. Je hoort dat in Nederland nog wel eens van zulke plaatsen als Urk bijvoorbeeld, of andere plaatsen op de Veluwe ook wel, Staphorst. Daar zeggen mensen die van buiten komen, je wordt nooit een echte Staphorster. Je kan nog zo'n goed contact met je buren hebben en zo gezellig meedoen in de gemeenschap, maar erbij horen, daar is geen sprake van. Zoiets moet je je voorstellen bij dat zwart en blank. De eerste keer dat de prinsjes zich bewust worden van het zwart-wit verschil is het moment waarop ze de overwonnen en gevangen genomen koning van Elmina, dat is een fort dat de Nederlanders hebben veroverd en die is zelf dus zwart, de koning van Elmina in hun uniformtjes eten kon brengen. En die koning ziet ze als witte jongens, maar ze zijn donker. Heulers met de Nederlanders. En hij schreeuwt ze toe, de koning eet niet met uit witte handen. Hè? Zo zegt hij, van ik neem van de blanke helemaal niets aan. Hij weigert het eten en ik geloof dat hij ze ook bespuugt. Daar ervaren ze het leven voor het eerst in een tussengebied. Hè? Ze zijn geen van beide, blank nog zwart. Ze zijn niet echt blank, maar ze worden wel gezien als blank.
Ze zijn niet zwart in ieder geval voor die koning en niet wit voor de Hollanders. En daar beginnen ze voor het eerst te beseffen dat ze in een moeilijk parket zitten. Een zwarte koning eet niet uit witte handen, staat er dan letterlijk. Dat is een citaat. Even over de keuze assimileren of anders blijven. Assimileren betekent aanpassen, je aanpassen. Of je blijft anders. Dan blijf je jezelf, waar je vandaan komt. Kwame is degene die weigert zich gewonnen te geven en vecht voor zijn zwarte identiteit. En hij verloogt zijn achtergrond eigenlijk nooit. Dat quasi zich assimileert, verwerpt hij. En het is als een wicht die tussen hun beiden gedrongen wordt. Een paar voorbeelden van Kwame's verweigering om zich te assimileren, zal ik geven. Kwame verdedigt de rol die het geheugen bij het verwerven van kennis speelt in zijn cultuur. En zoals dat bij zijn volk de gewoonte is. En hij zegt dat is heel goed. En de blanken zeggen dan nee, je moet het opschrijven. Dan kun je het in een bibliotheek bewaren. Kwame is beledigd door het Zwarte Pietenspel rond of op 5 december. Je begrijpt wel waarom. Dat is een hele actuele discussie. Maar dat was in die tijd dus al zo. Hij wordt er diep door beledigd. En het komt tot een scheiding in vriendschap daardoor. Doordat Kwasi... In tegenstelling tot Kwame eigenlijk helemaal niet zo erg daardoor getroffen wordt. Als de prinsen aan het kroonprinselijk hof verblijven, wil Kwame zich niet aanpassen. En gelooft hij niet dat hij in koninklijke kringen echt wordt geaccepteerd. Kwasi die voelt zich al veel beter en die voelt zich al een beetje thuis tussen de blanke mensen. Ook als ze bij Sophie op bezoek zijn, blijft Kwame uit verzet onmogelijk doen, maar quasi niet. Als quasi voor Piet speelt op het Sinterklaasgebeuren, dan is Kwame woedend. Hij weigert ook lid van een studentenkorps te worden, die Kwame. Terwijl je dat eigenlijk allemaal wel wilde om het gezellig te hebben, want ze gaan beide studeren in Delft. Hij gaat mijnbouw studeren quasi en Kwame die gaat geloof ik naar Breda, maar dat weet ik niet helemaal zeker. In ieder geval aan de Koninklijke Militaire Academie. Ik dacht dat hij in Breda was, maar weet ik niet zeker. Kwame kiest nadrukkelijk voor het cultiveren van het verschil tussen hem en de Europeanen. Hij hecht aan zijn anders zijn, hij bijt van zich af. Ook al moet hij dat met een enorme eenzaamheid betalen. Als Akwasi, of quasi erelid van de sociëteit Phoenix wordt en een rede over zijn land moet houden, schuwt hij niet de negatieve kanten van de Ashantijnen te noemen. Ze zijn behoorlijk gewelddadig als afslachten van slaven, de verminken van vrouwen en zo meer. Maar staat in het boek, kijk eens naar wat de blanken hebben gedaan in de 19e eeuw met in de tijd dat er oorlog was. Wat was een leven dan waard? Dus je hoeft je beslist niet te schamen voor je cultuur wat dat betreft, hoe gewelddadig die ook is. Dat kun je niet goed, maar het komt in beide culturen voor. Kwame is ook degene die terugkeert naar Fort Elmina in West-Afrika, om zo de Ashantahene, moet je zeggen, op te volgen, de koning op te volgen, maar hij wordt niet ontvangen. Omdat hij het Twi, de taal van de Ashantijnen, is verleerd. En hij maakt geen enkele kans. Hij is van zijn volk vervreemd en woont nog enkele jaren alleen op het fort. In zijn eetkamer hangt een geweldig doek dat getekend is door een zekere Saleh. En die speelt ook een rol in het verhaal, maar dat laat ik even weg. Dat doek vergaat langzaam door de ziltige lucht. Hij is feitelijk verbannen en er is niemand die hem het Twi wil leren. Hij houdt contact met zijn neef Akwasi via brieven. Dat lezen we in deel 4. Er zijn 5 delen, dit lezen we in deel 4. En die brieven worden al verwarder en gedesillusioneerder en het is heel duidelijk dat het niet goed met hem gaat.
En het is dan ook een droevig einde voor Kwame als hij zichzelf met een pistoolschot door het hoofd heen doodt. Hij kiest voor de zelfmoord. Dat heeft hij natuurlijk gedaan omdat hij beseft dat hij in deze wereld nergens thuis hoort. Dus wat heb je toch in vredesnaam gedaan als je die, toen je die twee prinsen uitnodigde naar Nederland liet komen en ontwortelde die de-rootification. Hij heeft een ultieme prijs betaald voor zijn weigering zich aan te passen. En hij is nog bij de Argentijnen, nog bij de Nederlanders echt welkom. Hij is ontworteld. Maar hij kan nergens zijn roots vinden en dat weet hij en daarom maakt hij er een eind aan. Kwasi, bij wie zeg maar 4/5 deel van het boek het perspectief ligt, is degene die zich meer dan 100% probeert aan te passen, te assimileren. Op de kostschool van Van Mook geeft hij alles om in kennis en taal vooruit te komen en de beste te zijn. Om maar een verbondenheid met de Nederlanders te ervaren, laat hij zich pesten en vernederen. En andere jongens dwingen hem op een gegeven moment te zeggen, ik ben een vieze, vuile zwartjakker. Nou, racistisch kan het niet en grover kan het niet. Cornelius de Groot wordt dan zijn eerste blanke vriend. Maar hoe hij echt over zwarte denkt, blijkt later in Nederlands-Indië. Daar komt hij hem weer tegen en daar blijkt hij een kwelgeest te zijn. Als Van Drunen Cornelius in zijn koets weigert mee te nemen en Kwasi wel meeneemt en Kwasi zich niet verzet tegen het feit dat Cornelius niet mee mag, kost hem dat de vriendschap met Cornelius. En dat was wel zijn eerste witte vriend, dus hij was al zo mooi op weg. Wat hij ook doet op die kostschool, hij hoort er niet bij. Hij wordt geduld en dat is niet hetzelfde als erbij horen. Op het prinselijk hof verblijven de prinsen en Kwasi wordt verliefd op prinses Sophie. Een hele tragische verliefdheid, het wordt nooit wat. Ook hier zou dat zwart-witte verschil wel zijn rol kunnen hebben gespeeld. Ook hier past Kwasi zich aan de mores aan. Niets valt zo op als ergens bij te willen horen, is een citaat. Dat is ook in Weimar zo. Hoe verder de mens zichzelf temt, hoe sterker het verlangen naar het wilde. Beschaving en wildheid staan tegenover elkaar. Men ziet Kwasi een beetje als zo'n nobele wilde. Een natuurwezen nog niet bedorven door de beschaving, maar aan de andere kant neemt men hem wel graag op in die beschaving. Het is de droom van de nobele wilde van Rousseau, die naam moet je onthouden, die dacht dat beschaving iets was wat mensen slechter maakte en dat je naar het oorspronkelijke en natuurlijke retournant à la nature laat het terugkeren naar het natuurlijke. Ook Multatuli had daar wel oren naar, maar dat is een ander verhaal in een ander boek. Is hij een wilde die je beschaving moet bijbrengen of een beschaafde die wild geworden is? Hij laat zich in ieder geval gewillig ontgroenen op de Delftse studentensociëteit. Nu is hij één van hen, denkt hij. Het gezamenlijke bordeelbezoek lijkt dat te bevestigen. Hij egaliseert, moffelt de verschillen weg, vormt zijn persoonlijkheid aan vormt zijn persoonlijkheid om als het nodig is, koestert wat hij gemeen heeft met de andere studenten en hij wordt zelfs erelid van de sociëteit en student in de mijnbouwkunde en daar studeert hij ook in af. Hij gaat zijn geluk beproeven in Nederlands-Indië met drie collega's medeopvarende. Hij wil graag als mijnbouwingenieur aan het werk gaan. Hij ziet daarnaar uit en hij denkt ze zullen mij wel aanstellen als mijnbouwingenieur. Hij heeft de pech dat het departement van Kwasi, waar Kwasi als mijnbouwingenieur te werk zou worden geplaatst, wordt geleid door Cornelius de Groot. Vandaar dat hij een lullig baantje krijgt, aangeboden met een minimaal salaris, als secretaris van Cornelius de Groot. Dus
dan moet hij nog met die Cornelius de Groot door één deur. En dat is vanaf het begin af aan eigenlijk een drama. Want die vernedert hem waar hij kan. Hij laat hem niet één aan dezelfde tafel eten. Maar hij moet maar bij de bedienden eten. Hij wordt op allerlei manieren vernederd. En krijgt ook nog een heel snertbaantje. Welke krachten verhinderen hier dat hij als mijnbouwingenieur aan de slag kan gaan? Van Drunen, die we al eerder zijn tegengekomen als degene die ze uit Afrika, West-Afrika heeft gehaald, heeft alles gemeld bij zijn ontslag, want hij heeft ontslag genomen, dat Quasi in een uitzichtsloze positie zit en van hogerhand tegengewerkt wordt. Maar het wordt hem niet duidelijk hoe dat is, maar hij vermoedt dat wel. De Groot behandelt hem wreed en vernedert hem voortdurend. Toch zijn er op ook momenten, moeten we zeggen, van kameraadschap met de Groot als ze samen op pad gaan, met paarden op bezoek gaan of mijnbouwonderzoek doen in bepaalde streken. Hij krijgt ook een bediende, Ahim, die ook de huisbediende was van niemand minder dan Eduard Douwes-Dekker. Dat is dezelfde als Multatuli. Omdat hij geen enkele kans op een goede baan heeft en geen geld heeft en geen kant op kan, mag hij naar Holland op verlof om daar te gaan vragen bij het binnenlands bestuur. Om daar naartoe te gaan en te vragen of hij, waarom hij geen kans krijgt en hoe het nou precies zit. Op de boot naar Indië ontmoet hij Duimaar van Twist. En die kennen we uit de Max Havelaar als de gouverneur-generaal. En die informeert naar zijn moeilijkheden. Quasi zegt een vaderland te veel te hebben. En te vaak van loyaliteit gewisseld te zijn. Duimaar van Twist zegt hierop: ik niet vaak genoeg. Dus ik ben niet vaak genoeg van loyaliteit gewisseld. En daarmee verwijst hij naar de Max Havelaar van Multatuli, in ieder geval naar die gebeurtenissen te Lebak, waar hij beter had moeten optreden en niet zo slap had moeten zijn en in ieder geval Multatuli de kans had moeten geven om zijn zaak mondeling toe te lichten, wat hij niet heeft gedaan. En hij wordt hier gepresenteerd in dit boek als een beetje weemoedige man die niet gedaan heeft wat hij moest doen en dat ook wel weet. Er is dus een verwijzing naar zijn rol in de affaire te Lebak, waarvan Douwes-Dekker is Multatuli het slachtoffer werd. Duimaar van Twist helpt Quasi dan op een gegeven moment toch door zijn afhankelijkheid van Cornelius tot 7 maanden te beperken. Hij hoeft maar 7 maanden bij Cornelius te werken en hem 5 maanden te geven voor zichzelf te werken. Nou, dat is al een hele verbetering, maar echt goed betaal? Nee. In 1900 wordt op Java zijn 50-jarig jubileum gevierd. En dat is het moment dat we terugkijken. Daar begint de roman. Dan kijkt hij terug op zijn eigen leven. Hij heeft een koffieplantage en is een oude man en hij heeft als huisbediende Ahim, met wie hij op voet van gelijkheid mopperend omgaat. Mevrouw Renselaar, die het jubileumfeest heeft georganiseerd, brengt hem dan in contact met Van Drunen, die enorm geplaagd wordt door schuldgevoel, die dus ook een slachtoffer is van die hele racistische toestand daar in Indië en in de Nederlandse maatschappij. En die heeft een brief bij zich waaruit hij citeert van een hooggeplaatste ambtenaar. En die zin is als volgt, en je moet hem even goed tot je door laten dringen. De vraag is: waarom hebben we die Quasi geen kans gegeven? Nu, de verhevenheid van het blanke ras boven het bruine, inclusief morele en intellectuele superioriteit, dus dat je gevoelens van meerderheid hebt, dat je denkt ik ben een meerdere intellectueel van iemand anders, waarop onze overheersing in Indië berust,
zou een ernstige klap worden toegebracht als quasi een aan een blanke voorbehouden functie zou gaan vervullen. Dus hier staat, geef die quasi geen baan, want het is een zwarte man. En dan krijgt hij een baan van een blanke. En dan moet die blanken aansturen op de werkplaats. Moet die leiding geven. En dan geven we het signaal af, bruine mensen kunnen toch iets. Of bruine mensen kunnen leiding geven. Of bruine mensen zijn minstens zoveel waard als blanke. Of net zoveel waard als blanke. En dat is iets wat we niet willen, want er staat inclusief morele en intellectuele superioriteit, waarop onze overheersing in Indië berust. Dat is verschrikkelijk, deze zin, want dat betekent dat het racisme geïnstitutionaliseerd is. Dat betekent dus dat het opgenomen is in het instituut, een overheidspolitiek is geworden, om donkere mensen geen kansen te geven en geen banen te geven, omdat je meent dat ze minder waard zijn. Moreel en ook intellectueel. Terwijl het precies andersom is, zouden wij nu zeggen. Als jij dat doet, als je racistisch bent, dan ben je moreel inferieur. Dan ben je moreel helemaal niet superieur. Dan ben je tegenovergestelde. Dat is een vorm van inferioriteit, van minderwaardigheid. Dus, met andere woorden, het geïnstitutionaliseerde racisme heeft hem wel bewust in een onderdanige positie gehouden en ervoor gezorgd dat hij geen enkele gelijke kans op welke positie dan ook van enig belang zou kunnen krijgen. Het is het systeem waartegen Multatuli zo gevochten heeft, zelf dat hem ongelijk behandeld heeft, ondanks al zijn inspanningen tot assimilatie. Dus hij heeft heel erg zijn best gedaan om zich aan te passen en nu blijkt hij door het systeem te worden vernietigd. En het mooie is dat hij toch niet gebroken is of verslagen. Hij heeft dat is typisch voor dit boek. Het is niet zwart-wit gedacht. Ja, dat zeg ik nou een beetje verkeerd natuurlijk, want dan denk je weer aan die huidskleur en zo. Maar ik bedoel, het is niet een eenzijdige kijk op de gebeurtenis. En een voorbeeld daarvan is het omgaan met die Cornelius. Die Cornelius heeft hem vernederd en op allerlei manieren hem dwars gezeten. Maar als ze samen op weg zijn, zijn het toch ook wel weer, ja, ik zou bijna zeggen, broers van elkaar. Ze helpen elkaar, ze genieten van elkaars gezelschap. En dan is het toch ook weer goed. En zo is dat natuurlijk in Nederlands-Indië ook geweest. Er waren ook blanken genoeg die niet dat racisme van de overheid in die mate uitvoerden zoals je dat in dit boek leest. Maar ik wil er niks aan afdoen. Het is natuurlijk van een morele inferioriteit die het verschrikkelijk is dat het geïnstitutionaliseerd racisme is. Zo eindigt dus de ene prins door suïcide en de ander kansloos gemaakt door tegenwerking, maar dat is wel degene die zich opheft en zelf vrouwen gekozen heeft, inlandse vrouwen heeft, waarbij die kinderen heeft, meer dan één vrouw, wat in Indië wel voorkwam, wel vaak voorkwam. En als zwarte man bij die donkere vrouwen een paar kinderen heeft gekregen die hij heel erg lief heeft. En hij heeft dus juist in die liefde een plek gevonden voor om in te leven. Dat was de derootification. Nu de identiteitsproblematiek. Nou, die snap jij wel, die volgt daaruit. Ben ik een zwarte of ben ik een blanke? Wat als ik geen van beide ben? Als ik zoals Kwame, hè? Wie ben ik dan? Ik heb van beide kanten iets in me. Hoe maak ik van mijn beide kanten één geheel? De koning van Elmina ziet de witte jongens
in hen, terwijl het donkere jongens zijn. Dat is heel verwarrend. Prinses Sophie ziet nobele zwarte wilden voor zich, terwijl ze helemaal niet nobele zwarte wilden zijn. Niks nobel en wel zwart, maar ik bedoel niks natuurlijk en dus verhevener dan degene die beschaafd is. Flauwekul, het zijn gewoon mensen. Zijn eigen volk wil Kwame niet meer kennen. Dus is hij geen Aschantijn? Ja, maar hij was toch een Aschantijn? Cornelius vernedert en kwetst hem, maar hij is ook tegelijkertijd zijn vriend en zijn beschermer. Dat kun je van Cornelius namelijk wel zeggen, dat hij ook wel schaamtegevoelens heeft. Dat blijkt ook wel uit het boek over zijn gedrag. Hij heeft namelijk in opdracht van de overheid gehandeld om hem zo klein te houden. En hij was altijd al wat lomp en gewelddadig. Kwasi behoudt zijn eigen waarde, maar verliest zijn leven. Kwame behoudt zijn eigen waarde, maar verliest zijn leven. En Kwasi verliest, ondanks zijn grenzeloze loyaliteit, de kans op een goed en welvarend leven. Dus Kwasi pleegt zelfmoord, Kwame leeft door en is grenzeloos loyaal en krijgt toch niet wat hij hebben wil. De kans op een goed en welvarend leven waarin hij zijn mogelijkheden kan benutten. Dat is ook erg belangrijk, waarin hij kan laten zien wat hij kan. En iemand kan worden die prestaties van zichzelf vraagt en ze ook levert. Dan het racisme. Het racisme is overal in deze roman. Het racisme is geïnstitutionaliseerd, dat is het angstaanjagende. De blanke beschaving acht zich superieur. Bijvoorbeeld als Akwasi over de gewelddadige eigenschappen, de gewelddadige momenten van zijn eigen volk begint, dan is de hele zaal, als hij een toespraak houdt, hij doet dat in een toespraak, als de hele zaal schreeuwen mensen eruit van verontwaardiging dat bij de Aschantijnen ook wel mensen vermoord worden om niks. Maar ja, als je kijkt naar wat de blanken in de 19e eeuw met hun oorlogen gedaan hebben, dan zijn er ook miljoenen de dood ingejaagd. En telde een leven ook niet. Dus het is geen enkele reden om moreel superieur te doen. Gewelddadigheden helaas vind je aan beide kanten. Dat is ook weer typisch voor dit boek, dat het niet in zwart-wit denkt, niet in tegenstellingen denkt die heel sterk zijn, maar dat het de beide kanten ervan laat zien. Dat racisme wordt, zoals uitgelegd, door de overheid gesteund en is dus in Indië ideologisch racisme, maar wordt gerechtvaardigd door de godsdienst. Ik geef je één voorbeeld daarvan. Dat is bij Multatuli heel duidelijk, maar ik geef je nu een voorbeeld uit dit boek. In deze roman worden op een gegeven moment Kwame en Kwasi samen gedoopt, tot christen gemaakt. Je leest verder niks over wat ze daarvan vinden. Kwame is in ieder geval minder enthousiast dan Kwasi, en Kwasi is ook niet godsdienstig eigenlijk, maar ja, ze worden in ieder geval gedoopt. En dan houdt de dominee bij de doopplechtigheid een preek. En wat zegt hij? In de Europese welvaart zie ik een vingerwijzing Gods. Met andere woorden, is een soort beloning voor het feit dat wij christenen zijn. En daarom hebben wij dat in het Westen rijker dan in Afrika. En in de eenvoud van Afrika ziet hij een oordeel. Nou, racistisch kan het niet. Het is gewoon racistisch gedacht. Maar dat is heel lang in de 19e eeuw in de christelijke kerken verkondigd. En nog vind je dat nog wel bij mensen die menen dat de westerse beschaving niet voor niks superieur is aan de beschavingen en godsdiensten in Afrika. Hier is een samenleving racistisch tot op het bot. En wordt racisme door kerk en staat ondersteund.
Het is Kwame die uiteindelijk geen leven heeft en tussen zwart en wit inleeft, letterlijk op Elmina en figuurlijk doordat hij nergens bij hoort. De ontworteling is totaal. Maar het zijn niet alleen Kwasi en Kwame die lijden aan de racistische tegenstellingen. Van Drunen aan het eind van een roman is heel belangrijk dat je ziet hoe vol schuldgevoel die is over wat hij die beide prinsen heeft aangedaan. En zelfs Cornelius de Groot kent schaamte die hij omzet in de agressie. Maar het is eigenlijk schaamte. In een gesprek over het vinden van een vrouw bijvoorbeeld vind je ook weer iets van tederheid in die Cornelius terug. Nou, het boek bestaat uit 5 delen. De nummers 1, 2, 3 en 5, daar is Kwasi terugblikkend vanuit Java 1900 op zijn leven aan het woord. In deel 4 vind je de briefwisseling tussen Kwame en Kwasi. Daar ligt het perspectief dus bij Kwame. Het gaat ook wel om de botsing tussen de Afrikaans en Westerse cultuur, maar het gaat meer om de ontworteling. En om de onverenigbaarheid tussen assimilatie en aanpassing. De laatste zin van het boek wordt op het tentamen nog wel eens genoemd en of je commentaar wil geven. 2 takken brak Osei Tutu van de Kuma-boom. Hij plantte ze in de aarde, een eind uit elkaar. De ene tak paste zich aan, dat is Kwasi. In de nieuwe grond schoot hij wortel. Hij bot uit en droeg vruchten, al waren het al niet de vruchten die hij graag had willen dragen en kunnen dragen. De andere tak kwijnde weg, verdorde en brak. De laatste zin is een verwijzing naar dit Argentijnse verhaal. De nobele wilde, heb ik al gezegd, die in het boek voorkomt, is een opvatting over opvoeding en beschaving die het wilde, oorspronkelijke, natuurlijke onbedorven vindt. En de beschaving is dan datgene wat het bederf veroorzaakt. Het is de beschaving die ons onmenselijk maakt. Terwijl de natuur degene is die ons eigenlijk leiding zou moeten geven. Die gedachte van de natuur, doe het natuurlijk, voed je kinderen in de natuur met het natuurlijke op, vind je ook bij Multatuli. De naam die je dus moet onthouden bij die nobele wilde is Rousseau, de grote filosoof. De vriendschap van de 2 neven is tenslotte nog iets om over te zeggen. Die is niet kapot te krijgen. Ze zijn wel wat uit elkaar gestuurd door het lot. En door het feit dat Kwame meent dat Kwasi zich veel te veel aanpast. En nou ja, dat komt tot een soort breuk, maar ze hebben altijd als jonge jongens al samen in één bed geslapen en het is een hele hechte vriendschap. En tot zijn tragische einde is er de briefwisseling waarvan we in deel 4 deelgenoot gemaakt worden. Dus, samengevat, een roman gebaseerd op historische feiten. Dat is belangrijk om te weten, dat dit echt gebeurd is. En de schrijver heeft zich heel erg aan de historische feiten gehouden. Al dat hele verhaal van Multatuli geloof ik helemaal niet dat hem dat wel goed uitkwam om dat in te lassen. Het thema is de ontworteling van 2 Afrikaanse prinsen die naar Nederland komen en daar een standpunt innemen. De een tegen assimilatie, de ander voor assimilatie. Dus je kunt ook zeggen, het is voor en tegen assimilatie het thema. Er zijn allerlei motieven. Het geïnstitutionaliseerde racisme, de identiteit, de verhouding tussen zwart en wit, de botsing van de Afrikaanse en Westerse cultuur, de wreedheid in beide beschavingen, de aanvaarding van het lot, dat is wat Kwasi doet, de verwerping van het lot, dat is wat Kwame doet. Nederland en Indië natuurlijk. En Nederlands-Indië als
belangrijk onderdeel, een belangrijke ruimte waar het speelt. De ontduiking van slavernij, maar ook de uitbuiting en vernedering van de ene mens ten opzichte van de andere. En dan zijn natuurlijk tenslotte de verwijzingen naar intertextuele verwijzingen naar wereldliteratuur, naar Multatuli, Max Havelaar, want dat boek durf ik wel wereldliteratuur te noemen. Dat was het. Ik hoop dat je het goed vond. Dat je er wat van leerde, dat je wat kan met het boek, want het is een meesterwerk. Dus het is echt een prachtig verhaal. Ik heb nog 18 abonnees nodig, dan heb ik het 1000. Ik zou het heel erg leuk vinden als je jou het niet uitmaakt, omdat je abonnee op mijn kanaal wordt. En dan kan ik een lekker taartje eten, heb ik mezelf beloofd, als ik de 1000 abonnees bij elkaar heb. Ik dank je in ieder geval nu al voor je aandacht en wens je een fijne dag.